Stel je eens voor dat Sri genoeg zwangerschapsverlof zou krijgen. Stel je eens voor dat Louis met zijn baas kon praten over zijn rugklachten. En stel je eens voor dat Kila genoeg collega's heeft om al haar leerlingen de aandacht te geven die ze verdienen. We leven in een wereld waar elke dag zo'n 3 miljard mensen aan het werk zijn. Maar lang niet iedereen is gelukkig. Het probleem waarmee we te maken hebben gaat niet alleen over slechte werkgevers. Niet alleen over onderdrukking, discriminatie of een gebrek aan vertrouwen en respect. Het is een kwestie van praten. Constructief en respectvol met elkaar praten. Wij noemen het sociale dialoog. Een continue dialoog tussen vakbonden, werkgevers en de overheid. Gebaseerd op respect, een luisterend oor en een eerlijk gesprek over elkaars belangen. Met de focus op één gezamenlijk doel. Goede arbeidsvoorwaarden en een betere toekomst voor hun land. Een dialoog waarin transparantie en vertrouwen een cruciale rol spelen. Eén die deuren opent die normaal gesloten blijven. De sociale dialoog geeft een stem aan hen die meestal niet gehoord worden. Zodat we samen kunnen werken aan een betere toekomst voor iedereen. Want als we niet praten, zouden we nooit ontdekken dat administratief werk een goede tijdelijke oplossing is voor Louise. Zou de regering nooit hebben ingestemd om Sri's zwangerschapsverlof te verlengen? En zouden we niet weten dat Kila een gelukkige en betere lerares zou zijn als de directeur haar een stagiaire geeft in haar klas? Een betere toekomst komt dichterbij als mensen weten hoe ze met elkaar moeten praten.